Icons Voetbal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Contractje Scoren. We staan hier op het Sportpark Nieuw-Zuid. Een van de mooiste complexen van Nederland, moet ik eerlijk zeggen. En het schijnt dat hier vandaag een supertalent mee gaat trainen. Ik denk dat je wel weet over wie ik het heb. En hij gaat vandaag gewoon een contract tekenen bij Quick Boys. Let's go! Kijk, ze hebben een man brawl. Ik ben van aangekomen, ze dachten ik heb ja, dit is wat dichter bij huis, hè? Dus het voelt wat vertrouwder. Ik heb hier ook wel eens wat wedstrijdjes mogen spelen. Dus ja, dit veld is mij niet onbekend. Ja, ik durf zeker mee te trainen na de treffers. Het probleem is dat ik nog wel een beetje last heb van die knie. Door dat leuke grapje van Boy van de Beek. Maar ja, ik krijg hier sowieso een contract. Daar twijfel ik niet over. Ja, ik hoop wel dat hij het niveau niet voor omhoog krijgt en niet naar beneden haalt. Dus wat dat betreft leggen we de lat te hoog, zoals we het altijd doen bij Quick Boys. Dus ja, de lat ligt hoog voor. Nou moet je echt aan de bak. Je kan nou niet verzaken, vriend. Gaat het, jongen? Oeh, ben je wel kapot, hè? Tempo gelijk hoog, ja. Ja, ga goed. Nergens last van. Kort. Kijk, genoeg. Oh nee, toch niet. Klote de bal. Sorry, boys. Oké, kom maar hier allemaal. Kom maar hier. Ga lekker. Kom maar, dit was echt slecht. We lopen nu om Albert heen. Degene die het laatst terug is, doen een extra opdracht. Gaan we, Albert. Hey, wie is Albert? Goed, Ket. Hey, de man weer laatste, oké. Oké, allemaal goed. Gekke huis, kom. Ja, spitta is meer mijn ding toch. Scorend vermogen. Links, rechts, koppen. Omhaals. Goeie bal. Scoren, man. Goeie bal, Roy. Die Ket wil niet scoren, hè. Godverre. Ik zet hem 1-1. Ja, hij doet het goed. Goeie bal. Kijk, voel je niet? Ja, vond ik wel. Kijken of hij over 20 minuten nog goed doet. Even vlammen, come on. Hey. Scheids, hey! Scheids! Ja, ik niet. De meen niet, Roy. Klote man, Roy. Streng, waar moet ik aan werken? Waar jij moet werken, ik zal proberen te scoren. Hey, Ricky! Ja! Ja! Sorry! Nou Roy, ik had niet verwacht dat je het zo goed zou doen. Dank je. Buiten de kansjes, ja, daar moet je aan werken. Je vroeg een tip, dus ik denk over het scoren, daar moet je aan werken. Maar misschien toch ook te druk. Je ziet hoe moeilijk het is in dit stadion te presteren. Maar je hebt het niet verkeerd gedaan. Daarom ook nog een cadeautje namens de club. Een shirt van de mooiste club, amateurclub van Nederland. Betekent dit dat ik een contract van je krijg? Ja, een contract wel, maar ik weet nog niet wat de voorwaarden zijn. Daar moet ik nog even over nadenken. Zit je een beetje aan te denken? Ja, ik denk toch wel vanuit de start vanuit nummer 12. En dan langzaam je weg pakken. Maar je ging met nummer 10? Ja, maar dat kun je eraan werken natuurlijk. Oh, daar kan ik naartoe werken? De hoop is er wel, ja. Maar de selectie is, je hebt gezien, vrij goed. Ja. Dus nee, maar je hebt het heel goed gedaan, Roy. Dankjewel. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ik vond het heel erg leuk. Dus nogmaals bedankt. Het was voor mij een grote eer om hier weer te mogen voetballen. En vind jij Quick Boys nou een leuke club? Zorg dat je ons volgt op Icons Voetbal. En dadelijk wanneer alle wedstrijden weer worden gespeeld, zijn de samenvattingen terug te kijken op icons.com. Hartstikke bedankt en tot de volgende keer. Dankjewel, jongens.
voor trots ben? Ja, ik ben trots op wat ik nu laat zien. Maar tevreden? Nee. Moet je nooit zijn.